15-0. De eerste klasseflits van het meisje uit Taiwan. Die moest niet onder doen voor de. Heel mooi hoor. Schitterend zeg. Wel handig opgelost allemaal hier. Eerste lop. Och, schitterend. Ja. Ik weet niet of dat waar is, maar in ieder geval, ze zouden niet graag iemand op de erelijst hebben die dan achteraf gegokt blijkt te hebben. Allee. Ja, goede anticipatie van Hsieh. 15 lang. Ze ging goed mee. Ja, en nu staat ze 4-2 achter. Dan wil je gewoon terug in die wedstrijd komen. Die bal was inderdaad centraal, maar dan zie je toch dat Hsieh daar toch moeite mee heeft. Oh.
Och. Dat zijn kleine details, maar je voelt dat wel als speler. Fantastisch goed laag gebleven van Su-Wei, Hsieh. Kijk eens. Van 3-3 eerste set naar 6-3, 6-0. Oekraïne in Kharkov. Oh, dat is jammer. Jammer voor de rally. Ook geen eenvoudige bal van Hsieh. Druk is zo groot, Justin speelt die ballen zo diep met zoveel druk. Ze komt jouw woorden nog eens onderstrepen, Sabine. Ja, laat die Hsieh ze doen. Leest het spel goed. Staande ovatie.
games of match. Voilà. Het dipje was gelukkig van korte duur. 6-2, 6-2 opnieuw. Dit keer heet het slachtoffer Su-Wei Hsieh. Tot gisteren dacht ik misschien.